De Raad van Korpschefs heeft bekendgemaakt dat er een forse stijging in het eerste halfjaar van het aantal overvallen in de regio IJsseland is geweest, vergeleken met vorig jaar. Dit in tegenstelling tot het landelijke beeld. In Nederland werden in de eerste helft van 2009 1430 overvallen gepleegd. In de eerste helft van 2010 waren dit er 1341, wat een daling van 6% betekent. In de regio IJsseland waren er in de eerste 6 maanden van 2009 15 overvallen. In de eerste helft van 2010 waren dit er 32, wat een stijging betekent van 113%. Daarmee is de regio IJsseland de regio waar het aantal overvallen het meest is toegenomen. Ook Deventer heeft de stijging gemerkt. Er werd gesproken van een overvalgolf toen in enkele weken diverse overvallen waren, zoals de Plus in Borgelen, de Shell op het Magijn en Enk, het Kruidvat op Keizerslanden en de overval op een geldloper bij de Jumbo op het Boreelplein, waarvan u hier archiefbeelden ziet. De politie IJsseland heeft geen directe verklaring voor de forse stijging. Je kunt daar niet altijd direct je vinger op leggen waar het nou precies aan ligt. Want het is in dit geval ook niet zo dat het elke keer dezelfde dader was of dezelfde dadergroepen. Maar er was ook nog wel veel verschil in. Vooral in Deventer hadden we eigenlijk geen onderlinge overeenkomsten tussen daders. Dus in die zin is het heel erg moeilijk om zomaar in het kort aan te geven waar het nou precies aan ligt. Van de 32 overvallen in de regio IJsseland zijn op dit moment 13 zaken opgelost, wat heeft geresulteerd in 21 verdachten. Een nieuw opsporingsmiddel van de politie is de inzet van Hives. Het gebruik van Hives was een proef, maar is succesvol gebleken en zal permanent worden gebruikt. Via de politiezoekt.hives.nl kan iedereen actuele rechercheonderzoeken bekijken om eventueel anoniem aan de politie tips te geven. De politie ook veelvuldig gebruik maken van Hives als het op overvallen aankomt? Dat kan natuurlijk, ja zeker. Allerlei vormen van misdrijf. Kijk, het zijn allemaal onderzoeken natuurlijk. En Hives is een nieuw middel dat we kunnen inzetten in de onderzoeken die op allerlei soorten misdrijven betrekking kunnen hebben. Dus het kunnen overvallen zijn, maar het kunnen ook andere zaken zijn. De laatste paar maanden is het weer rustig op overvalgebied. De politie onderzoekt momenteel of de overvalteams nog langer noodzakelijk zijn. Welcome to City Moves. Net als voorgaande jaren komt City Moves ook dit jaar weer in Deventer en wel in het Rijsterborgenpark. Aanstaande zondag draait DJ's als Roy Gates, Richard Durand en Sunry James en Ryan Marciano vanaf 1 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. In tegenstelling tot wat op de posters op de diverse plekken in de stad staat, draait de nummer 1 DJ Armin van Buuren niet in Deventer. Verschillen met de editie van vorig jaar zijn dat dit jaar de minimumleeftijd 16 jaar is, de toegang niet gratis is en dat de beats zullen worden onderbroken voor een optreden van de poprockband Direct. De gemeente Deventer heeft de Deventenaren die dichtbij en verder af wonen per huis-aan-huisbrief op de hoogte gebracht van de afsluiting van de stationsstraat en het feit dat er geluidsmetingen worden verricht. Ondanks die metingen verklaart de gemeente op voorhand al dat enige geluidsoverlast tijdens het festival niet kan worden voorkomen. Of het zondag helemaal droog blijft is maar de vraag, maar de paraplu's kunnen sowieso thuis gelaten worden, want die zijn niet toegestaan op het terrein. De danstemperatuur is aangenaam met zo'n 22 graden. Deze week verkocht Go Ahead Eagles de 4000ste seizoenkaart. De club werd vorig jaar vijfde, bereikte de halve finale van de beker en miste in de play-offs de promotie op een haar na. Blijkbaar hebben de supporters vertrouwen in weer een goed seizoen. Maar Go Ahead Eagles begint het seizoen met 9 nieuwe spelers. Kan het resultaat van vorig jaar worden geëvenaard of zelfs worden overstegen? Deze week is de 4000ste seizoenskaart verkocht. Wat betekent dat voor Go Ahead Eagles? Nou, dat betekent voor Go Ahead Eagles dat we veel meer seizoenkaarten hebben verkocht dan we dat aanvankelijk gedacht hadden. Dus wat dat er gaat, is dat wederom een bevestiging dat we dat Go Ahead Eagles leeft in Deventer en omstreken. Dus wat dat dan gaat, is dat hartstikke goed voor de club. Ik las toevallig een staartje dat we bij de koplopers behoren wat betreft seizoenkaarten in de eerste divisie. Dus wat dat dan gaat, zou het mooi zijn als we dat dit seizoen kunnen uitbouwen naar heel vaak voor een vol huis te spelen. Want daar doe je het uiteindelijk als club voor. We willen graag een bepaald soort voetbal spelen wat de mensen aanspreekt en dat het hier gezellig is en dat ze het hier naar hun zin hebben voor jong, oud, supporters die wat op de harde kern willen staan in de businessclub, noem alles maar op. Dus ja, die 4000 seizoenkaarten geeft ons in ieder geval het gevoel dat we op de goede weg zijn. 9 nieuwe spelers,
Is het al gelukt om er een beetje weer een team van te maken? Ja, nou, we zijn gelukkig al heel snel met een volledige selectie begonnen. Dus ik heb wel het gevoel dat er steeds meer duidelijkheid binnen zo'n groep komt. En om er een echt winnend team van te maken, dat heb je ook vorig jaar gemerkt, moet je uiteindelijk leren om belangrijke wedstrijden te winnen, om te gaan met teleurstellingen. De wissels, teleurstelling van niet spelen of op de tribune, terugkomen van een blessure, dat soort facetten. Ja, dat is nu nog een beetje koffiedik kijken, omdat we nu alleen nog maar oefenpotjes hebben gespeeld. Wat dat er gaat, is het hartstikke goed dat we maandag weer om het Echi gaan spelen. Dave de Radio doet ook dit seizoen weer live verslag van alle wedstrijden van Go Ahead Eagles. Iedere vrijdagavond tussen 7 en 10 hebben we live uitzending. Go Eagles volgen inderdaad ook live. We hebben altijd twee reporters langs de lijn die de wedstrijd in flitsen zoveel mogelijk proberen weer te geven voor de mensen in de huiskamer. Maandag dus de eerste. Ja, maandag gaat het seizoen geopend worden. Ik merk de spanning al hier op de training. Ik sprak al wat spelers die echt leven naar die wedstrijd. De wedstrijd van maandag is begin op 20:15 overigens. Is tegen Sparta. Sparta vorig seizoen gedegradeerd uit de Eredivisie. En is dus absoluut een kampioenskandidaat. Ja, maandag gelijk een belangrijke en zware wedstrijd tegen Sparta. Is dat wel de ideale seizoenstart? Ja, want daar ben ik eigenlijk nooit zo mee bezig of het ideaal is of niet. Misschien gaan ze voor 1 september nog wel 3-4 spelers aantrekken. En dan zijn ze misschien nog wel sterker dan dat ze nu zijn. Dus wat dat dan gaat, laat maar komen. Wat is de doelstelling voor dit seizoen? Ja goed, ik vind in ieder geval dat we bij plek 6 tot en met 9 moeten eindigen en de play-offs moeten halen. Ik vind ook wel dat deze ploeg wel de potentie heeft om door te groeien naar een plek bij de eerste 5. Alleen ja, daar kom ik ook weer op mijn eerste antwoord terug. Dat het op dit ogenblik nog heel lastig in te schatten is hoe die ploeg straks omgaat met teleurstellingen, met een bepaalde druk in de wedstrijden. Maandag misschien wel een volle bak. Voor een aantal jongens is dat de eerste keer. Dus dat zijn een aantal leuke dingen die er nog liggen om te kijken hoe spelers daarmee omgaan. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventetelevisie.nl.